Ik ben Tess Milne en mijn favoriete spelletje is Snakes and Ladders. Ik ben Irene Milene en mijn lievelingsspelletje is 30 Seconds. Ik ben Eveline Bruin. Ik hou voornamelijk heel erg van kaartspellen. Ik ben Francis van Broekhuizen en mijn lievelingsgezelschapsspel is Party & Co. Hi, mijn naam is Sander de Wisnier en mijn lievelingsspel, als het maar een spel is met dobbelstenen of kaarten. Als mensen vals spelen, dan word ik eigenlijk heel boos. Zo simpel is het. Nee, ik speel niet vals. Ik speel alleen vals als andere mensen vals spelen, want ik wil heel graag winnen. Vals spelen, daar hou ik helemaal niet van. Je moet het eerlijk kunnen winnen. Gek genoeg heb ik erg wel bewondering voor mensen die vals kunnen spelen. Mij lukt het dus gewoon niet. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Ik doe dan ook het uiterste om te winnen. Zet je me achter een bord Monopoly en ik dreig te verliezen, dat trek ik absoluut niet, omdat het een te lange leidensweg is. Ga ik niet goed. Als ik win, ben ik zo blij als een kind van 8. En dat zegt alles, want ik ben nu 34. Dan ga ik toch wel yes, yes, yes roepen. Yes! En dan ga ik helemaal, oh, weet je, dat kan ik wel doen. Yes, in your face, got it, winning! Meestal zit er een bam en een in. En helaas kan ik niet lang van het moment genieten, want er is altijd wel iemand die zegt, nog een potje.